Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. We zijn dit keer met Jack Sparrow net als vorige keer. En we gaan het eilandje verkennen wat we vorige keer niet heel erg veel hebben gedaan, maar wel een klein beetje. En wij moeten dus die piraten gaan helpen hier, want die zoeken een bom. En om die bom te maken moet ik dus een aantal andere dingen gaan doen. Hier heb ik nieuwe uitdagingen. Ja hoor, ik ben klaar voor een uitdaging. Geweldig. Gevechtsuitdaging. Versla alle vijanden voordat de tijd om is. Daar gaan we. In 3 minuten tijd moeten we 3 mensen vermoorden. Vermoorden? Ik weet niet of het vermoord is. Maar ik denk dat het die mensen zijn. Dat hoop ik. Anders zit ik nu de verkeerde mensen te vermoorden. Nee, het zijn die haaien of zo. Hoor die muziek? De muziek is gewoon geniaal. Van die droge muziek. Yes, ik heb het gehaald. Oh, dat ging heel makkelijk. Ja, het was ook makkelijk, het niveau. Dus misschien dat dat het zegt, inderdaad. Nou prima, we gaan naar de volgende uitdaging en dat is de normale difficulty. Oh jee, dit wordt pittig. 6 mensen. Kom maar op. Chuck dood, ja. Volgende. Yes. Oh, 2 mensen in 1 keer. Ga ik 2 mensen in 1 keer doen? Nee, dat gaat niet. Die is dood en dan deze probeer ik en dan... Yes, hij is dood. Waren dat ze? Ik weet niet, hij is nog niet... Hij gaat niet dood, die man. Holy crap. Oh, die is sterk. Oké, dit gaat echt wel pittig worden, denk ik. Ik kan ook nergens naartoe. Ik kan me nergens verdedigen of zo. Dat is echt pittig, hoor. Ga maar dood. Ga maar dood. Yes. En hier. Een wapen. Ga maar dood door mijn wapen. Ja, goed zo. Er komen er veel te veel. Ja? Die nog? Oh, zo gaat het goed komen. Yes, in het water. Nou wil ik niet veel zeggen, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om die moeilijkheid te halen. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. Weet je wat? Ik ben Vincent niet als ik het gewoon in 1 keer doe. Uitdaging toch? Gestart. Uitdaging gestart. 0 van de 10. Dat is het doel. Ja, ik let op. Yes. Oké, daar gaat hij. Dat gaat goed. Het zijn 10 vijanden, hè? Maar er komen natuurlijk steeds meer bij. Dus ik moet deze snel vermoorden. Maar dat gaat dus niet nu. Oh, chips. Kom op. Ga dood. Ja, hij is dood. Goh, wat een mooie aanval heb ik gedaan net. Kom op. Hoor die muziek. Ik word niet vrolijk van die muziek. Eigenlijk wel, maar ook weer niet. Want het brengt een beetje op mijn zenuwen. Dat zeiken ben ik, hè? Oh! Nee, kapitein. Die is dood. Nou, er moeten nog 3. Dat moet wel lukken, denk ik. Hoop ik in 2 minuten. Ja, dat moet zeker lukken. Geef je over. Ja, die is vermoord. En deze nog. Yes. Komt maar. Nog 2 vijanden. Voor mij zijn er nog 2 schildpadden die ik moet vermoorden. Yes. Geweldig. Dat ging goed. Nou ja, toch netjes gedaan. Ik bedoel, eerste plek weer. En in 1 minuut 34 over, geloof ik. Nou, alle dingen gedaan. Mooi, ik ben er wel blij om. Filmpje tonen, dat wil ik niet. Hier waren we vorige keer gebleven. Nou ja, niet gebleven, maar geëindigd. Maar ik wou er nog niet heen, omdat ik niet te veel wou verkennen. Wou ik voor de volgende aflevering bewaren. Dus nu kan ik eindelijk hier gaan zoeken op het eiland. Met B blokkeer je aanvallen. Nou, dat hoeven we niet te doen, want we vallen gewoon deze in 1 keer aan. Dus die is in 1 keer verslagen. Je moet inderdaad niet zollen met mij. Hier een paar kratjes. En hier kunnen nog die doosjes. Oh, ik dacht dat het veel verder liep. Ik kan daar wel doorheen met een bootje, denk ik. Maar hier kunnen we dingen bestellen. Dus ik ga eens kijken, wat kunnen wij in de speelgoedwinkel kopen om eventueel te doen? Want we hebben best wel behoorlijk wat munten. Ik kan in ieder geval wel de bom gaan kopen. Ik denk dat dat ook de bedoeling is, want die hebben we nodig voor uiteindelijk dat hek te openen. En om nieuwe gebieden te verkennen bij het begin van de levels. Ik heb ook heerlijk drinken bij me. En het bootje komt heel langzaam aangedobberd met daarin het pakketje voor mij. Speciaal voor Jack Sparrow. Ik vind het allemaal prachtig. Ik vind het bijzonder. Want wat zit er dit keer in het pakketje? Ik moet zogenaamd, weet ik niet wat erin zit. Hè? Maar wel, dat is allebei een verrassing. Soms weet je het, maar soms moet je het ook geheim houden. Maar wat zou je toch in zitten? Het is een bom, dames en heren. Nou, zeg, dat had ik dus niet verwacht, hoor. Een piratenbom. Nu kunnen we de poorten opblazen, zegt hij ook, die 2 piraatjes. Dat klopt, dat zeker. Maar
Voordat ik dus eigenlijk... Ik wil nog even kijken, wat kunnen we nog kopen? De woede van Calypso. 5000 punten. Oh, zoveel punten. En deze, wat is deze? De 3 schotskanon. 1500. Die wil ik eigenlijk stiekem gaan kopen. Dan kom ik volgende keer nog wel even terug op dat plekje waar we de bommen hebben gehaald. Ja? Hier heb ik in ieder geval... ja, die bommen hebben we nu al. Gelukkig. Dat scheelt. Pad. En ik ga die gasten helpen door deze bom te gooien. Maar we zijn daarachter ook nog niet geweest. Zijn we hier geweest? Ik kan me niet herinneren dat we hier allemaal hebben gekeken. Ik ga eens kijken. Het zal het zijn dat we dingen vergeten. Dat hou ik sowieso zelf niet van. Maar volgens mij is hier niks te doen. Nee, alleen maar daar zijn we al geweest. Dus oké, ik zei niks. Ik was het weer vergeten van vorige keer. We gaan de bom gooien. In 3, 2, 1. Daar komt hij. Wat? Huppakee. De missie is voltooid. Nou, die was best simpel. Knallen maar. Ik heb trouwens nog wat ontdekt. Je krijgt sterren voor bepaalde dingen die je doet. En hoe kan je die opzoeken? Als je op select klikt en je gaat naar missies. En klikt naar rechts. Dan zie je dus de gouden sterren missieblog. En daarin zie je dus de ster waar we het hebben gehaald. Maar die dit niet. Verslaaf 7 vijanden in een bootje. Zulke dingen moet ik nog allemaal gaan doen. En ik geloof dat ik bij Monsters University heb ik 27 sterren. Maar we moeten totaal over 3 karakters 75 sterren halen. En dat gaat ons hopelijk zeker lukken. Ik ga mijn best doen. Bijvoorbeeld deze. Vind alle zwarte scheepstukken en laat je schip er zwart uitzien. Precies wat Jack leuk vindt. Dus dat zijn gewoon speciale missies die je gewoon extra kan doen om die sterren te halen. Daar gaan we dus uiteindelijk voor. We hebben de bommen. En wat gaan we nu krijgen? Een nieuw stukje land. Ik zie dat we de bommen kunnen gooien op die netjes, waardoor er steentjes gaan vallen. Of ja, voor mij zitten er steentjes in. Je moet het tegengewicht vernietigen. Maar dan moeten ze wel eerst die poort door. Of misschien ook niet. Prima. Dan gaan we dat gewoon doen. Ik ga eens kijken, waar kunnen we heen? Kunnen we hier op de touw? Nee, we kunnen daar niet op. Het is volgens mij net iets te laag. Ik zou wel eventueel hier kunnen, maar ja, voor de rest ook niet. Nee, we moeten hier niet... Hé, hey, een bootje. Ik kan een bootje gebruiken, denk ik. Maar waarvoor? Ja, om naar de overkant te komen. En daar moeten we denk ik ook wel naartoe uiteindelijk. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik ben hier ook nog niet helemaal geweest. En is dit een soort grotje, is het, hè? En gaan we daar naar een nieuw eiland? Of is dit gewoon een shortcut naar het begin waar we waren? Ik kan me niet herinneren. Dit is voor mij aan de andere kant van waar we eerst waren. Ja, dit kan ik niet herinneren. Dit kunnen we kapot maken, denk ik. Ja, kijk eens. En we jumpen zo hier overheen. Kijk eens, hier gaan we kapot maken. En hier hebben we een blauw dopje. Wat doet het blauwe dopje? Eens even kijken. Ja, ga er maar overheen. Spring met A om de rand te pakken. Nou, dat wist ik dus echt niet. Goed dat het erbij staat. Ja, kunnen we die rand pakken? Nou, het staat er wel netjes uitgelegd. Maar ik kan er niet. Ik kan die rand niet pakken, helaas. Waarom kan ik die rand er niet pakken? Oh, omdat er ook wat tussen zit. En via deze manier kunnen we dus wel hier opkomen. Dat was even een instinctje. Oh jee, er komen vijanden. De schildpad komt. Ik maak hem kapot met de bommen. Voor mij is het nog best wel een goed wapen. Hij is nog niet dood, maar dat gaat denk ik wel gebeuren dadelijk. Nee, laat maar gaan. Ik ga hem verslaan met mijn zwaard. Huppakee. Niet zollen met mij. We kunnen daar misschien nog niet naartoe, want die jump halen we sowieso niet. Dus ik denk dat we daar later komen. Dat kunnen we ook kapot maken. Laten we daar dadelijk naartoe gaan. Ik zie daar nog even een rode dop. Die kunnen we nog zeker halen. Hier kan je trouwens ook nog iets kapot maken. Wat is het? Een schatkistje. En daar zitten weer extra munten in voor onze verzameling. Dat we weer dingen kunnen kopen. We hebben er alweer 3000. Dus het gaat weer lekker hard. De bandana van Smitsen. Altijd dan bandana gewild. Dan is dit de prachtige bandana die je graag wilt dragen. Maar ik wil hem niet opzetten hoor in de game. Ik vind Jack Sparrow heeft al genoeg dingetjes en fratseltjes aan zijn handen en aan zijn baardje. Weet je al van die... Ja, wat heeft hij van die... Hoe heet dat? Van die kraaltjes heeft hij geloof ik aan zijn baard. En dit is apart. Dit is een open stukje waar alleen maar tonnetjes staan en een rood dopje. Nou, dat maakt niet uit. We gaan het gewoon pakken. Huppakee. Lichaam van Smitsen. Ontgrendeld. En daar weer een kratje onder het lantaarnpaal. Zie je? Dit is geen lantaarnpaal. Dit is een torch. Gewoon een keiharde Minecraft-torch staat erin. Wat staat er? Spring met A en vervolgens op I voor een grondbeuk. Waarom wil ik dat doen? Ik wil het helemaal niet doen. Ik ga gewoon dit doen. Bom gooien en dan gaan hun zeker weten in mijn bom. Kijk eens. Dat was een goede aanval. Voor mij zijn ze allebei vermoord. Alleen maar goed. Dan hoef ik helemaal geen beukaanval te doen. Als ze gewoon hadden gezegd van gooi je bom op vijanden. Dan was het iets sneller, weet je wel. Dan was het gelijk klaar. Wat kunnen we hier vinden?
Hier kunnen we één van die gewichten vinden die we moeten kapot maken. Wauw. Die is kapot. Er is nog één tegengewicht. Zijn er twee? Ik dacht dat er drie waren. Oké, nog eentje. Hoe komen we daar in de buurt? Ik denk niet dat we dit kunnen gooien, dat we daar in de buurt komen. Dus ik denk dat we hier ons moeten laten zakken. En dat we toch met de boot naar de overkant moeten. Dus zo ziet het er wel naar uit. Dus ik pak de roeispanen. En we gaan eens even lekker met dit bootje naar de overkant varen. Van dit prachtige, bloerstochtige meer. Daar kunnen we ook heen. Misschien moet ik... Nee, daar kom ik later pas. Ik zie het al. We gaan eerst naar de overkant. We moeten deze missie eerst halen. Voordat we weer de map gaan verkennen. Bootje aanmeren. En aangekomen komen er weer van die leuke vijanden. Die we gewoon in één keer gaan verslaan. Nou ja, in één keer niet. Oh, wat een sterke patser. Wat een krachtige patser. Ik ga een bom gooien op ze. Want hij heeft me helemaal ingesloten tussen die rotsen hier. Zo. Kunnen we hier omhoog? Ja. Alsjeblieft, mag ik omhoog? Ik kan niet... Waarom kan ik hier niet omhoog? Oh, hier pas. Omdat daar kratten stonden, kon ik daar niet omhoog. Dat is wel een beetje de logic van de game. En, hoppakee, we hebben het hoofd van de smid met hier nog een schatkistje. En we hadden helemaal niet de overkant hoeven gaan met de boot, want we konden ook via deze manier. Maar dat geeft niet. Daar kunnen we trouwens wel aanmeren, zodat we dat rode dopje kunnen pakken en een schatkistje. Dus ik moet sowieso het schip nemen. Maar dat komt dadelijk wel, denk ik. We gaan dat niet vergeten dat we daar naartoe moeten gaan. Ik ga hier door de poort. En ik denk dat we nu al in de buurt komen van die van dat andere tegengewicht. Leuk spelletje trouwens, heel leuk gedaan. En eens even kijken. We komen in de buurt, denk ik. Ik moet dit kapot maken. Of nemen we een hele omweg. Voor mij is het een omwegje. Nou ja, maakt ook niet uit. Een vijand. Ik zie een aardsvijand. Dood jij! Nee, ga niet dood. Shit! Misschien nu, zo. Yes, kijk eens. Twee vliegen in één knap. Ik heb ook gelijk dit ding opengemaakt. Zo. En nog een rode dop. De bandana van de vrouwelijke piraat. Nou, ook alweer een banana. Het is geen banana, het is een bandana. Ring, 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 bandana phone. Kom gelijk weer in mijn hoofd, hè. Altijd die rotbananen. Het twee van de twee gewichten heb ik kapot gemaakt. Waardoor er een poort is geopend. En wij met het bootje dadelijk kunnen roeien. Het werd ook al uitgelegd dat we dat kunnen doen. Kijk eens een beeldjes. Oh, kijk, daar moet ik aanmeren. Ik snap hem al. Ik snap hem. I get it. Deze kratjes wel even kapot maken. En dan wil ik heel graag dit pakken. Zo. Deze vijand ook. Wauw, die vijand zat in deze random hier. En dat is ook een sterke. Dus die moet 9 klappen krijgen. Wil je doodgaan. En niet willen verdedigen. Ja. Oh, hij verdedigt. Ik schiet hem. Nee, met een bom. Yes. Hoppakee, dood jij. Wij gaan dus dit keer niet naar links. Wat we eigenlijk moeten doen. We gaan dus even naar rechts. Want we zouden inderdaad nog even kijken bij dit stukje. Want daar was een heel mooi schatkistje. En zo kom je ook op nieuwe gebieden. En dat is ook heel gaaf. Ik gooi daar een bommetje naartoe. Huppakee. Explosie. En hier kunnen wij ons vastgrappelen. En... Yes, kijk eens. Jack Sparrow doet het even. En hier komen we aan bij, wat hebben wij gekregen? Het middenrom van Sparrow's vervloekte Black Pearl. Wat een hoop tekst. Het is helemaal klein gemaakt met Arial lettertype 9 om het te laten passen. Ik pak de roeispanen en we trekken erop uit met het bootje van Jack Sparrow. En we komen langs het prachtige piratendecor. En totaal anders dan Monsters University, dat weten we allemaal inmiddels. En dat vind ik echt heel tof dat het zo'n verschil heeft. Daarom kan ik eigenlijk niet wachten op die Incredibles. En daarna heb ik nog een hele leuke verrassing voor jullie. Want ik heb een nieuwe playset gekocht. Maar wat die playset is, dat zou je eigenlijk op mijn Instagram kunnen zien eigenlijk. Ik weet niet. Ja, waarschijnlijk is het wel een hele oude foto. Als deze video online is. Maar in ieder geval, het gaat er. Het staat er in ieder geval op een foto. Welke playset het is. We kijken uit voor die gemene maniakken die hier in de hoek zitten. En ik probeer ze te doden met mijn kogels. Maar ja, hè. Kort maar krachtig. We hebben een gouden ster gekregen voor het doodmaken van die schildpad. Dat is heel gaaf. En we hebben een achievement. Ik weet niet wat voor achievement. It's a start. Ik denk dat het iets met die sterren te maken heeft. Collect 50 stars. We moeten nu dus nog 25 sterren verzamelen. Willen we die grote achievement krijgen van 100 game points. Want dat is altijd leuk natuurlijk om te hebben. We gaan het bootje aanmeren. En we komen aan bij weer twee van die vervelende piraten. En die andere twee piraten staan hier trouwens ook weer aan wal. Oh, ik ben dood.
Oké, dat ging heel snel. Zo. Ik beschouw dat als een. En we hebben iets gehaald. Wat is het? Het heel hard rammen, snap je? Dat hebben we dus gehaald, omdat we op het nieuwe eilandje zijn. En hier komt een nieuwe puzzel. Dat ziet er heel leuk uit. Wat moeten we doen dadelijk? Oh, we moeten naar die knop. Dat fort we krijgen ook vonkjes. Zo ver weg? Ja, dat fort. Altijd okay. Fijn om u te altijd zien, fijn om u te zien, kapitein. Eens gelijk. Ik kan hier die bocht gaan nemen. Maar ik kan ook hier naartoe. En ik weet niet of dit een secret is of niet. Ik wilde wel even gaan naar Koekeloeren. Ik heb het gevoel dat we wel hier naartoe moeten gaan. Oh, het zijn weer twee kanten. Excuus voor mijn hik. Hier gaan we dus dit rode dopje pakken. Wat is dit? Het themapack vervloekt. Zo, en we pakken hier de munten uit de kratjes. Allemaal sparen en verzamelen, de mensen. Dat is het belangrijkst bij zulke platformspelletjes. Waar kunnen we heen? Was dit gewoon... Oh, je kon via twee manieren. Nou, dan vond ik dit wel eigenlijk een van de betere manieren. Gewoon lekker een bom gooien en lekker springen en klauteren. En dan nog wat extra puntjes meenemen. Hier kunnen we ook dit kapot maken. En ik zie een rode dop. We kunnen daar naartoe springen. Daar kan ik niet heen, maar ik kan... Ook even kijken, als ik hier goed kijk, kan ik ook naar die kant. En daar zit weer een rode dop. Dus daar ga ik eerst even naartoe. Flink springen. En daar hebben we de schatkist. Met erin weer heerlijke gouden muntjes. En het hoofd van de vrouwelijke piraat hebben we ontgrendeld. Het is wel een kale vrouw. Dat klinkt, het is heel raar is dat, joh. Zo, daar nog een... ik moet daar nog een bom gooien. Ik kom daar niet bij, zie je dat? Nee, daar... Oh, jawel. Net hoor, net. Ik ga eens via deze kant eerst even klimmen, want het kan via twee kanten. Ik weet niet of we uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen. Ik geloof het wel. Ja, volgens mij was dit allebei... Het zijn gewoon twee kanten. De makers brengen hier gewoon een beetje in de war. Wat kunnen we hier doen? Is de rook weg? Huppakee. En weer een kampvuurtje. Kan ik dat kampvuurtje kapot maken? Nee. Ik heb ook geen emmer water of zo. Ik denk dat dit er gewoon bij hoort als versiering. Ik gooi wel even een bommetje. Doe die naar links en naar rechts toe. Ja, ze zeggen dat het naar links moet, de pijl. Dus ik ga nu maar even voor nu even naar links toe. Gewoon puur, niet omdat ik eigenwijs ben, maar ik denk dat daar nog wel wat dingetjes zijn te halen. Alhoewel, je kan er ook komen met een bootje, zag ik. Eens even kijken. We kunnen springen. We kunnen ons hier laten zakken. En komen we dan... Oh, een schatkistje. Is dat het enige? Oh, en hier nog een rood dingetje dopje. Oh, daar komen we later denk ik met het bootje. Dat is misschien een geheim stukje of zo, ik weet het niet. We pakken de vonkjes op. En we zijn level 7 nog steeds. Ik meld het even, jullie zien het net niet door mijn facecam. Die zit net in de weg. En ik ga hem niet weghalen. Erg ben ik, hè? Ik weet het, sorry. Het was een geintje, hoor. Excuus. Aanvaard. Oh, we gaan onder de waterval door. Wat leuk. Oh, wat schattig. We gaan door. We worden net. Onder de waterval. Oh, piraatjes. Schip ahoy, piraatjes. Ik ga ook een bom op hem gooien, want hij gooit ze ook naar mij toe. Dus dat is eerlijk als ik er ook een naar hem toe gooi. Wat hebben we hier? Blauw. Je kunt hier tegen de muur springen. Oh, weer met dat zigzaggen, denk ik. Of, wat? Oh, via dit manier. Ja, ik snap hem. Huppakee. Yeah. Wat hebben we gehaald? We hebben... Naar de ruïnen. Missie voltooid. We kunnen daar die kant op en we hebben gelijk een nieuwe missie. Een tandrad of zoiets. Denk je dat dat tandrad hier ergens verborgen is? Dat hoort er gewoon bij, een tandrad. Ik ga hier nog even deze laatste kamer eventjes nacontroleren. Swabby's hoofd. Hebben we ontgrendeld? Wie is Swabby? Nou, ik ken hem niet in ieder geval. Kennen jullie hem? Ik weet het niet. In ieder geval, het klinkt niet als een bekend personage. Mensen, ik ga hier de video afsluiten. Dit was de Pirates aflevering. We hebben flink wat verkend van het land. Maar we zijn de volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering van... Disney Infinity. Doei!